Zo, welkom terug allemaal. Dit is het tweede deel rond opslag. In het eerste deel hebben we de verschillende opslagmedia besproken. En daar is de harde schijf in, naar voren gekomen als interessantste optie. En dan gaan we nu bespreken over het maken van backups. Er zijn eigenlijk in grote lijnen twee opties voor het maken van backups. Je kan real-time lokale backups maken. Dus meteen als je een bestand wegschrijft, wordt dat meteen in tweevoud weggeschreven, waardoor je altijd een backup hebt. Of je kan beroep doen op het netwerk om niet lokale, dus over het netwerk, backups te gaan maken. Maar omdat je bij netwerk backups moet rekening houden met een trager medium, namelijk het internet of het netwerk lokaal, spreken we daar niet van real-time backups, maar backups die periodiek worden uitgevoerd. De reden dat we daar periodiek werken is omdat als je elk bestand wat je nodig hebt om te openen en op te slaan, te wijzen en dergelijke meer, vanaf het netwerk zou moeten ophalen, dat levert een grote vertraging op, waardoor je telkens zou moeten wachten bij het uitvoeren van die acties op je netwerk. Dus daarom gaan we periodiek gaan opslaan. Als je heel veel op je computer werkt, eigenlijk dagelijks, kan het interessant zijn om elke avond of elke ochtend, op het moment dat je niet op je computer werkt, die backup uit te voeren. Als je maar 2-3 keer per week op je computer zit, is het interessanter om bijvoorbeeld elke week een backup te maken van je bestanden. De manier waarop we periodieke backups van onze bestanden configureren is via een programma. Bij Apple is dat Time Machine, bij Windows is dat Windows Backup, bij Linux zijn er ook verschillende AirSync onder andere, verschillende programma's om dat te configureren. Daarbij ga je eigenlijk aan de ene kant gaan selecteren op welke harde schijf die backups terecht moeten komen en aan de andere kant configureer je ook op welke momenten die backup gemaakt moet worden. Nu, als je via Apple werkt, dan heb je normaal gezien ook wel, of dan is de kans groot dat je ook een time machine hebt, een time capsule. En dat is een router van Apple waarbij dat een harde schijf verwerkt is in die router, waardoor dat je kunt heel gemakkelijk als harde schijf die time capsule selecteren. Op Windows kun je een harde schijf die via USB connecteert of een harde schijf op het netwerk. En omdat we hier over periodieke updates spreken, zou ik gaan voor die harde schijf op het netwerk. Nu, om een harde schijf op het netwerk beschikbaar te stellen, zijn er een aantal opties. Je kan aan de ene kant, op sommige routers kun je via USB een harde schijf gaan aansluiten, waardoor die harde schijf beschikbaar is op het netwerk. Maar je kan ook naar een NAS-oplossing gaan. En een NAS-oplossing, een bekend merk daar rond, is eigenlijk een Synology. En daarbij ga je een controller gaan kopen die eigenlijk een netwerkaansluiting en harde schijfaansluitingen heeft. En die controller heeft als enige taak de harde schijven die je erop aansluit beschikbaar stellen op het netwerk waarop dat die NAS aangesloten is. Nu, in een NAS ga je dus ook nog zelf harde schijven moeten plaatsen. In veel gevallen eigenlijk koop je een NAS. Ik denk van Synology starten die vanaf €250, als ik het niet mis heb. Het zal rond die prijsklasse zijn. En dan moet je dus nog harde schijven gaan aankopen om in die NAS te plaatsen. Dus het is zeker niet goedkoop, maar het voordeel is wel, je koopt het maar één keer. Je kan de harde schijven ook upgraden als je meer data nodig hebt. En eigenlijk de reden om een backup te maken op het netwerk is heel eenvoudig. Als je enkel lokale backups maakt en je huis brandt af of er gebeurt iets heel ergs, waardoor dat je computer en alle apparatuur in je huis defect is, dan ben je nog altijd je lokale backups ook allemaal kwijt. Dus is het belangrijk om naast je backups op je computer, op je eigen netwerk, op je eigen systeem, liefst ook een backup te maken via het internet, dus op een andere locatie. Dat kan op je kantoor zijn, dat kan bij familie zijn, bij vrienden. Of je kan ook beroep doen op services van bijvoorbeeld Google, Amazon, Dropbox en dergelijke meer. En daar je backups plaatsen. Als je dat laatste verkiest, dan hoef je zelf geen NAS aan te schaffen. Dan heb je eigenlijk dataopslag via het internet bereikbaar. Dus tot zover de periodieke opslag op een andere locatie. Eigenlijk om echt goed te zijn, heb je aan de ene kant die periodieke opslag nodig, maar aan de andere kant ook een onmiddellijke opslag, backup beter nodig van je bestanden. En een onmiddellijke backup maak je door meerdere harde schijven aan elkaar te koppelen in een RAID-configuratie. Oké, dus stel je hebt naar mijn raad geluisterd en je hebt een harde schijf gekocht om je dataopslag te doen. Je hebt ook nog een backup systeem uitgewerkt waarbij dat elke nacht op een moment waarbij dat je het netwerk zelf niet nodig hebt, foto's worden gebackupt naar een service van Google, Amazon, Dropbox en dergelijke meer. Wat je voorkeur ook maar geniet. Of naar een andere locatie zoals kantoor en thuis via het netwerk. Maar dat betekent ook dat als jij bijvoorbeeld op het einde van de dag
Al uw foto's staan eigenlijk op deze schijf. Als die schijf kapot gaat, en ze gaan kapot, geloof mij, ook de dure gaan kapot trouwens, die kunnen altijd kapot gaan. Nu, stel deze harde schijf, dus waar al uw bestanden op staan, gaat s'avonds kapot. Eigenlijk nog voor het moment waarop dat je een backup hebt gemaakt. Dus dan is eigenlijk alle data die je daar hebt opgeslaan, in de loop van de dag eigenlijk verloren. Want uw recentste backup dateert van de vorige nacht. Dus alles wat daartussen gebeurde, is eigenlijk kwijtgegaan. Er is ook een heel gemakkelijke oplossing voor. Dat is in plaats van één zo'n schijf te kopen, koop je twee zo'n schijven. Let erop dat je twee identieke harde schijven koopt, dus niet zozeer hetzelfde merk. Let er gewoon vooral op dat het dezelfde grootte, dezelfde capaciteit heeft. Want we gaan vandaag bespreken hoe je die twee harde schijven zo kunt configureren dat de computer deze ziet als één harde schijf, al uw data daarop slaat en als één van de twee stuk gaat, dan is de andere schijf nog altijd oké, en heeft die harde schijf nog altijd alle data die je opgeslagen hebt die dag. En dat kan door middel van RAID-configuraties. Je hebt een aantal configuraties, je hebt RAID 0, RAID 1, 2, 3 enzovoort. Het is vooral RAID 0 en RAID 1 die van belang zijn voor ons. Bijvoorbeeld de andere RAID-configuraties zijn gewoon te specifiek om echt handig te zijn. Bijvoorbeeld de RAID 5 is het geloof ik. Daarvoor heb je al drie harde schijven voor nodig. Maar RAID 0 en RAID 1 volstaat het van twee harde schijven, twee identieke harde schijven te hebben. Ze hoeven niet identiek te zijn, maar het is wel zo dat in beide situaties dat het eigenlijk de kleinste schijf is die bepaalt wat de capaciteit zal zijn van de harde schijf die de computer zal waarnemen. Dus als je zo'n schijf aan de computer aansluit, dan krijg je gewoon op je bureaublad typisch alle harde schijven die waarop je kunt je documenten opslaan. In het slechtste geval moet je die nog formateren. Ik geloof deze kwamen als NTFS bestandssysteem, wat zowel Mac als Windows kunnen lezen. Ik heb die wel hergeformateerd naar een Apple file system, maar op zich doe daarmee wat je zelf wilt. Nu, het belangrijkste van die RAID-configuratie is dat je eerst en vooral weet hoe dat je die kunt configureren. Dat zal ik met een video laten zien waarbij dat ik de verschillende stappen doorloop met jullie. En dat doen we aan de hand van software die op de computers meegeleverd wordt. Maar aan de andere kant is het ook handig om te begrijpen wat voor configuratie dat je eigenlijk nodig hebt. Als jij echt heel graag twee harde schijven hebt samenvoegt en daarop heel snel leest en schrijft, hij heeft niet het geld voor een SSD of Thunderbolt connecties en dergelijke meer, maar je wilt toch het maximum van snelheid halen uit deze twee schijven, dan kun je die in een RAID 0 configuratie zetten. En dan zal je computer eigenlijk continu elk bestand wat je overzet naar deze harde schijf opsplitsen in twee delen, waarbij het ene deel naar de ene schijf en het andere deel naar de andere schijf gaat, waardoor dat eigenlijk uw bestanden veel sneller weggeschreven zijn. Nu, het nadeel is wel, als je op dat moment een van de twee schijven verliest door een defect, dan heb je alleen nog maar halve bestandjes en dan ben je data nog altijd kwijt. Dus dan is je data corrupt. Dus dat biedt geen zekerheden voor backups. Dus eigenlijk denk ik niet dat er veel mensen zijn die RAID 0 echt gaan gebruiken, tenzij in situaties waar je echt voor snelheid moet gaan. Een andere optie is dat je de RAID 1 configuratie gebruikt. En bij de RAID 1 configuratie, die is wel interessant voor ons, dus die zou ik wel zeker aanraden, ga je die twee schijven zo configureren dat uw computer elk bestand zowel naar de bovenste als naar de onderste schijf wegschrijft. Dus dan bestaan uw bestanden op de twee harde schijven. Als dan, jij zelf ziet natuurlijk maar één harde schijf, dat we via de software zo voorzien. Als dan één van die harde schijven stuk gaat, dan staan eigenlijk alle bestanden nog altijd op de andere schijf. En dan is het een kwestie van opnieuw een schijf van 1 terabyte te gaan halen. Nee, 2 terabyte in dit geval, dus van dezelfde capaciteit, die daarop te zetten. Dan wordt dat hersteld, die configuratie, heb je terug al je bestanden ter beschikking. Dus zo voorzie je een backup van je data. Op zich, het wegschrijven gaat niet sneller gaan, want je moet je bestand zowel naar deze als naar deze harde schijf wegschrijven. Dat gebeurt wel gelijktijdig, dus je gaat niet echt een vertraging merken. Het ophalen daarentegen gaat wel sneller gaan, dus het openen van het bestand gaat typisch sneller gaan, omdat je eigenlijk elk bestand in stukjes verdeeld hebt. Het is te zeggen, je hebt elk bestand op de twee schijven weggeschreven, maar dan kan je ook van elke schijf de helft gaan uitlezen, waardoor je sneller het volledige bestand kunt uitlezen. Dus dat zal je computer ook voor u regelen, waardoor je ook met RAID 1 configuratie niet bij het schrijven, maar wel bij het lezen snelheid wint. Plus dat je natuurlijk je backup hebt. En het is eigenlijk vooral voor je backup dat je het moet doen. Als je je configuratie doorloopt, is het belangrijk dat jij aangeeft bij je configuratie hoe groot dat de bestanden zijn, of hoe groot dat de opsplitsing van die bestanden moet gebeuren. En voor tekstbestandjes is dat typisch maar 32 of 64 kilobytes. Dat zijn kleine bestanden, dat kan ik in kleine stukjes opdelen.
Maar als je met grote bestanden werkt, zoals fotobestanden of videobestanden, dan zeker, dan ben je beter met 128 of 256 kilobit grootte van bestanden. Dus dat gaat hem gewoon technisch over de grootte van de chunks, dus van de stukjes, die worden apart opgeslagen. Maar we gaan samen overlopen wat de verschillende stappen zijn. Zo, alvast bedankt om deze video tot op dit moment te bekijken. Als je nu nog aan het kijken bent en je hebt dit deel al gezien, sla dan gerust over. Dit is een stuk wat ik ter promotie achter elke video zal plakken vanaf nu. En het is eigenlijk een oproep aan jullie om, als je nog geen lid bent, zeker lid te worden. Of als je al lid bent, verder te helpen door notificaties te activeren voor dit kanaal, door reacties te plaatsen op dit kanaal, door ook video te delen, door video te liken of als je het echt niet leuk vond, niet leuk te vinden, desnoods. Maar ik vraag dus hulp aan jullie om dit videokanaal in 2017 verder uit te bouwen. Als jullie in de comments bepaalde vragen stellen, dan zal ik daar met heel veel plezier op reageren. Je kan ook zeker vragen naar bepaalde content. Als het iets is waar ik in kan helpen, zal ik daar rond ook video ter beschikking stellen. Zo, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.